vandaag ben ik er weer en ik heb vandaag niet als eerste een boekje bij, maar ik heb mijn lievelingsknuffel mee. Nemen jullie jullie knuffel er ook bij? Dan wordt het weer leuk, hè? Voilà. Ik ga hem hier zetten. Voilà. En vandaag ben ik er ook weer met Musti en de Indiaan. Musti en de Indiaan. Wat een verrassing, roept Musti uit als hij op een dag thuis komt van school. In de tuin staat een echte Indianentent. Voor jou, Musti, lacht papa. Kijk nog. Ik ook eens kijken. Oh. Ah ja. Knuffels van de kindjes. En deze doos hoort er ook bij. Daarin zitten twee indianenveren en verfjes om je gezicht te beschilderen. Musti is dolgelukkig. Mama zal wel een beetje moeten helpen, want Musti wil eruit zien als een echte Indiaan. Wil jij me tonen hoe het moet, vraagt hij. De Indianendoos en dan gaat hij dat vragen. Kijk, knuffels. Kijk, Jack. Kijk. Nou, vind ik ongevallen. Ja, iedereen moet toch kijken, hè, kindjes? Heel graag, zegt mama. Blijf jij maar rustig zitten. Moeilijk is het niet. Hoor, let goed op. Dan kun je het de volgende keer misschien zelf. Als mama klaar is met schilderen, gaat Musti meteen voor de spiegel staan. Joepie! Ik ben Musti de Indiaan. Of nog beter, het opperhoofd van de Indianen. Hier is die nog aan het schilderen en hier is die klaar. Precies zoals een Indianen opperhoofd gaat Musti voor zijn tent zitten. Mevrouw Schildpad en meneer Konijn kijken raar op als ze voorbij stappen. Mevrouw Schildpad schrikt zelfs een beetje en ze loopt vlug door. Meneer Konijn daarentegen is heel enthousiast. Hij wil ook een Indiaan zijn. Kijk. Hoi Musti, of moet ik zeggen, gegroet, wijs opperhoofd. Mag ik meespelen? Natuurlijk mag dat, zegt Musti. Maar dan moet je er wel uitzien als een Indiaan. Om te beginnen heb je een paar grote veren nodig. Zonder kan echt niet. Wacht hier maar, ik zal er wel gaan zoeken. Kijk, het opperhoofd gaat weg en zoekt voor konijn. Een knorretje. Ja, een knor heeft gekeken. Als Musti wat nodig heeft, kijkt hij altijd eerst op de zolder. Maar vandaag heeft hij geen geluk. Misschien is het tuinhuisje, In het tuinhuisje haalt hij ook alles ondersteboven. Hij kijkt in de kast, in de dozen, kasten, in de dozen, in, nee, en de kratten. Maar nergens is er een veertje te vinden. Ik wil het je nog kijken. Ja, knuffels. Meneer Konijn zal wel teleurgesteld zijn, denkt
moest hij. Wat jammer. Toch nu moet ik alleen Indiaantje spelen. Of toch niet? Wat goed juicht, moest hij. Daar steken twee veren in die grote struik. Kijk, dat zijn veren, Rome. Dat zijn geen veren eigenlijk. En dat is Moes. Sorry. En excuses. Maar als Moes die wat dichterbij gaat kijken, is het uit met de pret. Want mevrouw Kip zou het zeker niet prettig vinden als hij een paar veren uittrekt. Musti wil het slechte nieuws gaan vertellen aan zijn vriendje, maar opeens hoort hij meneer Konijn heel luid roepen. Ik weet al wat er gaat gebeuren. De knuffels. Je hoeft niet verder te zoeken, roept meneer Konijn. En trots wijst hij naar zijn oren en zijn snuit. Ik heb mij geamuseerd met die verfdoos van jou. Musti is blij verrast. Vanaf nu, zegt hij plechtig, ben jij het opperhoofd in de Langoor-Indianen. Langoor-Indiaan. Voilà, dat was het voor vandaag. Zeg ook maar tegen de knuffels dat het een heel leuk verhaal was.